Wilde jij als jonge jongen ondernemer worden? Nee, totaal niet. Nee? Nee, ik ben wel een geboren handelaartje. Ik probeer altijd wel wat leuke dingen te doen, wat centen te verdienen, van een kwartje een gulden te maken of een euro te maken. Maar nooit echt de intentie gehad om ondernemer te worden, maar dat komt op je pad. Hoe was de jonge jongen dan aan het handelen vroeger? Ik kocht robijn, pellets robijn, en die verkocht ik langs de deuren bij mensen. Wanneer besloot je, dit wil ik niet meer? Dat was eigenlijk door omstandigheden in het gezin. Wij hebben kort op elkaar kinderen gekregen. Bij het derde kindje, ja, dan wordt het allemaal zo'n gedoe. Dus toen dacht ik van even niet, en over een paar jaar sta ik weer voor de klas te springen. Hoe is jullie taakverdeling? Wie doet wat bij jullie? Ik ben meer van de binnendienst, Mark is meer van de buitendienst. Ik ben meer degene die zit te rekenen, dingen te zitten bestuderen. En Mark is weer meer van de praktische kant. Ja, hoe moet je dat uitvoeren? Kan dat technisch gezien wel? Ja, zo is eigenlijk de taakverdeling. Hoe is het thuis als je samen een bedrijf hebt dat ook nog aan huis gevestigd is? Praat je dan altijd over die zaak? Ja, wel veel. Maar we hebben gelukkig het bedrijf aan huis en niet meer in huis, zoals we begonnen zijn. Toen was ons kantoor op de zolderkamer. Ja, dan heb je helemaal geen privé. Nu hebben we gewoon het kantoor achter huis. En in huis is het wel privé. Maar ja, ons leven is ons bedrijf. Dus je praat heel veel over je bedrijf, over ideeën. De jongens komen vaak binnen, onze kinderen zitten vaak op kantoor, vinden dat helemaal geweldig, zitten vaak al achter de computer en werkstukken te maken tussen ons personeel in. Dat is gewoon gezellig. Heb je tijd voor hobby's? Ontspanning? Ja, ontspanning wel. Ons werk is toch wel een stuk ontspanning. Als we een dag geen werk hebben, hebben we eigenlijk bijna stress. Wat moeten we de hele dag gaan doen? We hebben een aantal honden lopen, vind ik erg leuk. Heel soms gaan we wel eens varen met ons gezin, maar dan nodigen we ook vaak toch weer ons personeel uit, want de boot is groot genoeg om toch weer te delen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje onze hobby's. Echt op vakantie gaan doen we niet. Ja, ons werk is leuk.